ben ik weer. Zo, ze zijn deze week zijn ze bezig geweest hier. Even kijken of ik hem kan draaien. Je ziet daar die elektriciteitspaal staan met het draad wat nog hoog in de lucht hangt. En daar zit geen spanning meer op. Ze hebben nu alles aangesloten op de bedrading in de grond. Daarvoor moesten ze weer gaan graven in de tuin. En daar kan je hier wel zien. Ze hebben nou deze zijkant hebben ze nu helemaal mooi glad getrokken. En hier in de tuin, daar achter me, gaan ze gelukkig nou zelf graszaad zaaien. Dat hebben wij de vorige keer namelijk gedaan. Dat was voor de afloop. Dus dat was natuurlijk voor onze eigen kosten. Maar dit is allemaal van de gemeente, dus zij gaan nu het gras zaaien. En dat vind ik wel fijn. Ik vind het een beetje jammer dat we nu weer een heel open stuk hebben. Terwijl alles juist zo mooi was aangegroeid. En zoals je ziet, de bloemetjes doen het ook super goed. Zo, een beetje hoger. En nu zijn we bezig met een stenen muurtje te maken aan de voorkant van de weg. Als zij aan het graven zijn, komen er zoveel stenen uit de grond. En Richard die heeft netjes gevraagd of we die mogen hebben. En nou gaat hij ons zelfs meehelpen om de grote stenen hier neer te leggen. Als het goed is, kan ik straks nog even filmen dat hij met de kraanwagen aankomt. En Richard probeert ze nu wat netter neer te leggen. Dat is iets waar ik mezelf al niet aan ga wagen, want dat is mij veel te zwaar. Maar de kleine steentjes kan ik wel doen. En hoeveel wij er nog op hebben? Hm? Ja, we gaan iets hier beginnen. Dat doen we nog niks. Zo, ik wou nog even wat vertellen. Ik heb trouwens nog wel wat vragen en opmerkingen gekregen over mijn voet. En dus daar kan ik nog wel even op terugkomen. Mijn voet was inderdaad, ik denk deel van mijn voet, maar ook mijn kleine teentje wel zwaar gekneusd. Die is nu gelukkig weer helemaal hersteld. En om toch aan de veiligheid te denken. Mijn nieuwe schoenen met stalen neuzen. En aangezien we nu met zware stenen bezig gaan, heb ik die ook nog maar even aangedaan. Want het lijkt me niet zo handig als er een steen op mijn teen valt. Misschien wel weer leuke beelden voor jullie, alleen niet zo leuk voor mij. Dus dan ga ik nu weer aan het werk. Doei doei! Oh, handschoenen ook wel handig. Helemaal bezweet. Ja. Een paar steentjes verzetten. Dat is wel leuk, hè? Ja, is wel leuk om te doen. Het ziet er wel ook mooi uit. Mooie gaten die dicht zijn. Ja, en hiervoor moet nog gras komen. Ja, dus, dat komt nog. Hiervoor, de aarde, daar komt nog gras. Misschien wel leuke bloemetjes nog ertussen. Ik denk dat dat ook wel leuk is. Misschien wel leuk om dit in te zaaien met bloemen weer. Het hele stuk. Volgend jaar? Ja. Ja. Oké, we gaan nog even verder. Eventjes, even verder. Even verder. Even naar twee kleine hoopjes. Richard gaat nog eventjes stenen tillen. Thank you.
Hallo! We zijn in Wimmerby bij een outdoor beursje. Klein evenement met een aantal kraampjes. Mensen die geven presentaties met hondentraining onder andere. En ja, er is gewoon van alles te doen. En Richard die gaat hier straks een presentatie geven voor het vliegvissen. Dus dat ga ik natuurlijk zeker even filmen. Maar dat zien jullie straks. Ja, doeg! You can handle much more line, I see it. Natural talent. I give like these two guys here a hand. I point forward. Hi. Oh, hi. You see, I'm pointing at you, your finger and my thumb in front. And that V mark that I hold here, and I just put it in the middle of the cork. So the V stays in the middle. So, if we want to make a cast, we need some line out. This is a 6 weight. It should be around, in the first 9 meters, it should be around 15 to 20 grams in front of me. And the only thing you have to do is to bring your hand to your ear, like here. So, fly fishing reservoir is next to Fiegelhorn. There are beautiful trout in it. Okay, thank you all for your audience. And hopefully we will meet again somewhere at the water. Would be nice. Thank you very much. Woehoe! Ik heb net Richard weggebracht en ik loop nu nog heel eventjes in het bos. En kwam net hele mooie kanterellen tegen. Dus die heb ik uiteraard geplukt, meegenomen. En alvast in de auto gelegd. Ik denk, ik loop nog even één rondje. Maar ik ga even de camera draaien. Kan je even met me meekijken, want... Het is hier zo stil. En het zonnetje schijnt zo door de bomen heen. Zo op het mos. Het is gewoon echt super mooi. Maar ik ga hem draaien. Yes. Het bos hier is hier ook zo ongerept. Ik vond het heerlijk in Nederland om in het bos te wandelen. Maar daarin, ja, en dat is ook logisch als je met 18 miljoen mensen op zo'n klein stukje aarde woont. Dan is het ook logisch dat je niet met z'n allen van de paden afgaat. Want dan vernietigen we gewoon het bos. Dus dat snap ik wel heel erg goed. Maar het is zo fijn om... Ja, hier zijn niet die paden. Er zijn wel wat... Natuurlijk zijn er wandelgebieden. En dan heb je paadjes door het bos heen. Maar er zijn geen restricties om van het pad af te gaan. Dus je mag hier gewoon vrij door het bos heen bewegen. En zoals je ziet waar ik nu loop, zijn geen paden. Dus ik... Je moet jezelf over alles heen, over alles en door alles heen worstelen. En wat ik merk is dat als ik nu aan de wandel ben, dat ik regelmatig spinnenwebben in mijn gezicht heb. Net hing er een draadje met een spinnetje aan mijn neus. Ook erg leuk. Het is wel echte natuur. Dat is het. Dus ik ga weer verder lopen. Ik ben altijd op zoek naar eetbare paddenstoelen. Sowieso vind ik paddenstoelen fotograferen al superleuk. En
ik kan je in ieder geval aanraden dat op het moment dat je op zoek wil gaan naar eetbare paddenstoelen. Wat ik zelf doe, ik kies eigenlijk voor de vrij veilige opties. Dat betekent dat ik paddenstoelen uitkies om te eten die ik niet kan verwarren met giftige dodelijke paddenstoelen. Dus als ik paddenstoelen kies, dan zal een tegenhanger daarvan een vrij veilige optie zijn, zeg maar. Dus ik richt me bijvoorbeeld op de boleten, het eekhoorntjesbrood zoals wij die kennen. Dat is een boleet, daar heb je heel veel verschillende soorten van. Maar daar zitten geen dodelijke soorten bij. En wat je kan tegenkomen is bijvoorbeeld de bittere boleet. Dus dan heb je gewoon een paddenstoel die gewoon echt niet lekker is. Maar op het moment dat daar een verwarring kan ontstaan met giftige paddenstoelen, dan blijf ik ervan weg. En zo is de kanterel bijvoorbeeld ook een hele goede optie. Je kan die wel verwarren met de valse hanenkam. Maar die is niet dodelijk giftig. Het kan zijn dat je dat je wat maag- en darmklachten ervan krijgt. Als je er heel veel van eet. Maar verder dan dat gaat het niet. En veiligheid staat natuurlijk wel voorop. En ik had hier een hele mooie fluweelboleet. Die ga ik niet eten. Die laat ik lekker staan. Maar hij is wel super mooi. En hij heeft een heel fluweelachtig bovenkantje. Ja, leuk om te zien. We hebben hier ook een boleet. Dat kan je herkennen aan de sponsachtige onderkant. Het is geen eekhoorntjesbrood. Eekhoorntjesbrood heeft veel dikkere steel. En ze zijn al vrij zacht aan de bovenkant. Dus dat betekent dat ze vol wormpjes zitten. Dus die ga ik sowieso niet plukken. Maar het is wel mooi om te zien. Nou, dan ga ik nou maar weer naar huis toe. Ik moet de paarden nog verzorgen. En eventjes lekker mijn rust pakken. Op zondagmorgen weer naar school toe. 4 dagen in de week. School is een week geleden alweer begonnen. En ik merk dat ik het best pittig vind. De Zweedse les. Ik zit nu op Komvux. Dat is school voor volwassenen, zeg maar. Om de basisonderwijs. En dat moet je zo zien. Basisonderwijs, niveau. Voor het gezet onderwijs, zeg maar. Om die goed af te ronden. Dus op het moment dat mensen hier in Zweden hun basisonderwijs niet goed hebben afgerond, dan, en ze willen voor hun werk bijvoorbeeld toch verder komen, dan moeten ze dat afronden en dan kunnen ze naar volwassen onderwijs. En dat heet dan Komvux. En daar kunnen ook mensen vanuit het buitenland bij aansluiten. Om die basisonderwijs in ieder geval onder de knie te krijgen. En ik doe dat nu in het voor mijn Zweeds. Ik ben Engels ook aan het doen. Eigenlijk als een beetje extra, omdat ik toch naar school ga. En Zweeds, ik doe nu dus Komvux niveau 3. En dat is best wel pittig, merk ik. Het gaat allemaal snel, ze praten vrij snel. En ik heb natuurlijk een hele zomervakantie vrijwel geen Zweeds gesproken. Dus het is even wennen. Ik merkte wel dat ik alweer wakker werd met allemaal Zweedse zinnen in mijn hoofd. Dus dat betekent dat ik er 's nachts wel mee bezig ben. En dat is nou eenmaal hoe ik de dingen verwerk. Dat doe ik altijd in de nacht. In de meest rare dromen. Maar in dit geval word ik gewoon al Zweeds pratend word ik wakker. En dat vergt dus wel wat energie. Dus ik ga vandaag nog even een beetje uitrusten. En mijn Zweedse serie nog even verder kijken. Dan ben ik toch weer een beetje Zweeds aan het oefenen.
En voor de rest niet zoveel. En dan morgen weer aan de bak. En hopen dat de week snel voorbij gaat, zodat Richard weer thuis komt. Ik mis hem nu al. Nou, doei doei. Tot later. Zo, ik ben gelijk de tuin maar even ingedoken. En ben nu bezig bij de kas. Maar het is eigenlijk een beetje warm om in de kas te werken. Ik heb de uien al een tijdje geleden even geoogst. En die hebben liggen drogen in de kast. Dus die ben ik nu aan het schoonmaken. En eigenlijk ben ik gewoon het buitenste velletje er aan het afhalen. Zodat als je ze mee naar binnen neemt en je wil een uitje snijden. Dat niet je hele snijplank gelijk vol met aarde ligt. Want ze zien er namelijk zo uit. Ik zal hem even draaien. Ze zien er nu zo uit. En als je dit meeneemt naar binnen, dan ligt alles gelijk vol met aarde. Dus ik haal het buitenslaagje ervan af. En dan komen ze er zo uit te zien. Het is net iets mooier. Ik zat trouwens te denken, ik zit het allemaal zo mooi te vertellen, alsof ik er heel veel verstand van heb. Maar dat is helemaal niet. Ik doe een hele hoop afkijken van YouTube en van andere mensen die met moestuinen. Dus ik heb er helemaal niet zoveel verstand van. Het is allemaal nieuw voor ons. En aldoende leert men, zou ik maar zeggen.